Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en Marjo die staat al buiten in de auto en die staat klaar op mij te wachten. Dus ik ga heel eventjes snel nog wat vertellen wat hier nu precies aan de hand is. Want de mannen van Smartfolie die zijn hier en die gaan ervoor zorgen dat deze deuren, en je ziet bijna niet dat het een deur is omdat die zo mooi schoon is en je gewoon er doorheen kan kijken, maar deze deuren die krijgen uiteindelijk Smartfolie. Nou, als het goed is hebben jullie laatst gezien dat Marvin aan het filmen was samen met deze meneer. Hi, goedendag. En die heeft jullie een kleine presentatie gegeven van hoe ze dat precies uiteindelijk als eindresultaat gaan leveren. En dat is precies wat hier dus nu gebeurt. Ja. Dus dit is de eerste deur die jullie aan het regelen zijn. Klopt. Ja. En jullie zijn wel een paar uurtjes bezig met... Ja, dat gaat wel even duren. We moeten alle deuren deze losmaken, per stuk ook zeg maar. Ja. Dan moeten we het versstukje gaan plakken. Ja, en ook natuurlijk controleren of er geen luchtbellen in zitten. En daarna weer vastmaken en door naar de volgende. En dit is sowieso ideaal. Ja, dit is letterlijk een pompje. Dus dan leg je het kussentje neer, een pompje een beetje. En dan houdt hij een beetje de druk van het raam af. Want deze die... kan, weet ik veel, iets van een paar honderd kilo hebben of zo. Ja, de hele deuren mee openmaken van de auto ook zelfs. Ja, bizar hè? Ja, die hebben we wel nodig hoor. Dan drukt hij me net even iets terug. Ja, maakt het werk wat makkelijker. Ja. Maar het plaatsen van zo'n Smartfolie is best wel een dingetje. Ja, het duurt wel lang. Je moet het eerst helemaal, het raam moet je helemaal krabben. Dus dat het echt helemaal glad is. Want er zit altijd wel een oneffenheid of een stofje op. Ja. En daarna moeten we het alcohol helemaal schoonmaken, we moeten het rollen, we moeten de folie ook stofvrij maken. Ja, en we moeten ook per ding... Oh, wat doe je nou? Oh, kom even terug. Ik had net romantisch mijn hand erop. Ja, precies. Dus dat... Hey, hey. Ja, ja. Ja, hebben we. Oké, nee, super. Ik zal jullie verder lekker jullie ding laten doen. En ik ben straks weer terug en dan ga ik kijken hoeveel jullie zijn. Nou, wij gaan lekker verder, dus dat komt helemaal goed. Top. Is goed, dankjewel. Tot zo. Yes, tot zo. Kijk, hier zien jullie allemaal al beslag van de deuren en zo. Dus dat wordt later wel allemaal mooi erop gezet en gefixt. Dus, later vandaag een update daarvan. Maar, wat ga ik nou precies doen? Ook heel erg leuk, ook interessant. En ik ga jullie meenemen. Er zijn trouwens ook twee mensen bezig met de studio. Eén rolluik moest heel even de batterij van gefixt worden. Dus de studio rolluik wordt ook gemaakt. En er is iemand bezig hier in de garage. Dus dat is ook heel erg nice. Dus we hebben echt allemaal mensen over de vloer die bezig zijn met het installeren van allemaal verschillende dingetjes in en rondom het huis. Ik ga even lekker rijden. Kan Marjo even lekker een make-upje opdoen. Hoppa! Hoppa! Good morning, babe. Morning, sunshine. Ik heb heerlijk geslapen en dat is maar goed ook, want vanavond, dames en heren, Creators FC, nieuwe wedstrijd. We gaan spelen tegen het vriendenteam van Thijs. En die voetbalwedstrijd belooft wel heel erg leuk te worden. Als het goed is gaat Milan ook meedoen. Er is zelfs een kans dat Rutger van jouw veilingen mee gaat doen. Oh, dat hoorde ik al, ja. Echt dus leuk. Dat zou ook heel erg leuk zijn. Oh, wacht eens even. We moeten nog even de container buiten zetten. Oei, dat is wel belangrijk. Dat is wel echt even belangrijk. Ik zet hem op alarm en we hebben twee containers, toch? Ja, maar je kan het tegelijk wel meenemen. Moet ik dat niet even doen? Nee, komt goed. Oké, wat een bofkont ben ik. Het is echt koud buiten, joh. Het is 5 graden op dit moment. Ik zag vanochtend iemand met de motor naar het werk gaan. Toen dacht ik, oei, oei, oei. Dat is wel even fris. Maar goed, ook wel weer lekker of zo. Ik weet niet, dan sowieso ga je het waarderen om lekker thuis binnen warm met chocolademelk en slagroom te zitten. En dan binnenkort een kerstboom erbij. Ja, wij gaan een kerstboom halen binnenkort. Ik denk over een paar dagen. En dan gaan we die zelf zagen. Superleuk. En dan gaan we hem binnen neerzetten en meteen helemaal mooi maken met allemaal kerstballen en een mooie piek erbovenop natuurlijk. En dan lekker van die schuimpjes die we in de boom gaan hangen die ik dan af en toe kan snoepen. Oeh, lekker. Ik heb een lekker sapje meegenomen, dames en heren. Het is belangrijk dat je vitamines gaat nemen al helemaal deze tijd van het jaar, omdat het wat sneller donker wordt. We minder licht hebben. Kijk, zie je? Dat merk je nu al. Dus dan is het belangrijk dat je vitamines eet. Lekker fruit eten en zoek gewoon een fruitsoort die je lekker vindt. En neem dat dan gewoon wat vaker. Je kan nooit genoeg fruit eten. Anders plas je het wel weer uit. Oké, 33 minuten rijden in totaal. Ja, ik moet wel zeggen, als je heel veel fruit eet, zit ook fruitsuiker in, hè? Ja, fruitsuiker. Dus niet te veel, oké? Niet te veel. Maar niet, ook niet te veel van dezelfde. Maar een beetje variëren. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand te veel fruit eet. Nog nooit. Jawel. Ja? Jawel. Ik heb dat nog nooit gehoord. Er is laatst een keer een vrouw geweest. Wow, dit is echt zo grappig dat je dit opbrengt. Er is een vrouw geweest. Die zei van, ik ga alleen maar fruit eten mijn hele leven lang. Die is overleden.
Omdat ze geen vezels... Ja, vezels zijn trouwens wel in fruit. Maar gewoon geen... ja, koolhydraten zitten ook in fruit. Ik weet niet. Maar uiteindelijk is ze dus overleden. Omdat ze niet goed gevarieerd had. Oké. Okay. Omdat ze alleen maar fruit had gegeten. Zullen we afspreken, dames en heren? 2 stuks fruit per dag. Daar laten we het bij. Ja, dat is ook de... Zullen we dat doen? Aanbevolen hoeveelheid. Oké, spreken we dat af, mensen, ja? Ja. Laat even 2 fruitsoorten in de reacties weten die jij het lekkers vindt. Aardbei mango. Wij gaan door naar de locatie en dan ga ik jullie straks meenemen en vertellen. En ik vind het heel erg leuk, trouwens, om eigen... Flitspaal 80 km per uur. Nou, dat rijdt hij niet, dus nee. Ik kan nog wel wat gas erbij. En ik ga straks vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. En het is superleuk dat Maaien meegaat, dus... Maak je borst maar nat, want we gaan er wat leuks mee maken. Kijk, dames en heren. Zien jullie deze man? Zo, die zie ik gewoon in het echt. Daar staat hij. Ja. Dit bent u? Ja, dat ben ik, ja. Bent u bekend? Nou, ik ben bekend. Val mee. Wat was uw naam ook alweer? Philip. U bent de eigenaar hier van... De... Ja, dit, en dat is mijn compagnon, is Nick. Oké. Het is een familiebedrijf. Mooi. 1977 opgezet door onze ouders. Oké, 1977. Ja, en in 2002 hebben we het overgenomen. En wij mogen vandaag kijken achter de schermen mee. Ja, maar van alles en nog. Schat, we gaan kijken hoe afval wordt gescheiden. Maar we moeten eerst even andere schoenen aan. Ja, klopt. Dat was heel erg belangrijk. 2 dingen. Werkschoenen en een oranje jasje, zoals dit. Omdat wij wel gewoon veilig om moeten gaan hier met alles. En we moeten gewoon goed zichtbaar zijn. Dankjewel. Alsjeblieft. Super lief. Nou, mooie stampertjes. Ja joh, kijk eens even. Ja toch? Gaan we die even aandoen. Dat is wat anders dan die juks van je. Ja. En met deze man gaan we vandaag mee. Hallo, we gaan op pad vandaag. Ja, leuk. Wat was je naam ook alweer? John. We gaan vandaag mee met John. Heeft u een dikke wagen? Een babybent. Ja, Mercedes. Een Mercedes? Ja. Een Mercedes vrachtwagen. Ja. Daarmee gaan we een bak ophalen. Ja. En weet je al wat je gaat ophalen? We kunnen kiezen. Oké, mag ik trouwens je zeggen? Ja, natuurlijk. Oké, top. Ja, we kunnen kiezen van wat we gaan ophalen. Want je hebt verschillende afval, zeg maar. Je kan bijvoorbeeld, kan je ook bakstenen ophalen? Ja. En waar valt het onder? Onder welke puin? Puin. Dus we kunnen puin ophalen. Plastic? Dat kan ook. Oké. Of hout of zo? We gaan nu denk ik een bouw- en sloopcontainer ophalen. Dat is van een aannemersbedrijf waar alles in zit. Van stenen tot plastic tot hout. Gooi ze allemaal in 1 bak. Oké. Die kiepen we hier en die gaan we hier uitzoeken. Nou, want als mensen een afvalbak huren, dan is het het duurst om alles gezamenlijk te doen. Ja. Toch? En als je dan bijvoorbeeld alleen hout doet en je doet... Maar hoe vaak krijg je nou te maken met dat je iets gaat ophalen en er zitten ook andere dingen tussen behalve hout? Dan wordt het vanzelf een bouw- en sloopcontainer. Dus als het moment dat mensen het niet goed sorteren, ja, dan moeten wij het alsnog gaan sorteren. Dus dan moeten de mensen daarvoor betalen. Oké, duidelijk. Top. Dan gaan we dat eens even controleren vandaag, of niet? Ja, gaan we gaan we eens even kijken of mensen meer moeten dokken of niet? Weet je wat ik zo bijzonder vind? Wat je ook aan hebt, hoe je er ook uitziet, het wordt alleen maar beter. Ja, met deze schoenen zo. Ik zal je eerlijk zeggen, als ik jou in de stad tegenkwam met dit outfitje, had ik alsnog jou begroet en gezegd, hé, mooie dame, wil je wat bij me drinken? Bedankt. Ja, maar dat is echt zo. Het prijskaartje zit er achterop. Oh ja. Zo, hoppakee. Misschien worden ze die nog wel verkopen. Nee, denk het niet. Nee, wij zijn bezig met de afvalmaatjes. Dat is een initiatief van hier vanuit UMIA. En waarmee we eigenlijk de jonge generatie een beetje educatief wat bij willen brengen over afval. Dus eigenlijk, wat gebeurt er nou met afval? Ja. Voor de jonge generatie is afval toch voornamelijk hetgene wat je gewoon weggooit en waar je dan vanaf bent. Ja, dat gaan wij dus onder andere vandaag laten zien. Wat gebeurt er met afval? Hoe gaat dat in zijn werking? Wie haalt het op? Waar gaat het heen? En hoe wordt het gescheiden? Dat allemaal. En wat maken we er dan vervolgens van? Want uiteindelijk... En ik ga laten zien wat we ervan maken. Vandaag niet helemaal zien. Het is wel goed om dat een beetje te benadrukken. Dat uiteindelijk alles wat hier op de werf komt, wordt 93% wordt ook weer een nieuwe grondstof van iets. Dat kan, weet ik veel, een bankje worden, een stoel, nou, noem alles maar op. Een skateboard, een fiets. Skateboard, je kan heel veel dingen met afval maken. En ja, bijna alles wordt dus weer circulair herbruikt. Dat is mooi. Dat is op zich mooi, alleen dat is voor de jonge generatie nog niet altijd heel erg duidelijk. Dus dat willen we een beetje educatief, wat een soort leerprogramma voor opgezet. En dat zijn de afvalmaakjes geworden. UMIA staat voor uw maat in afval, dus nou, vandaar de afvalmaakjes. Dat zijn een spin-off van UMIA. Oké. En dus hebben we er allerlei leuke marketingdingetjes voor bedacht. Hebben we onder andere memory speel, die zal ik je geven. Nou, top, dus, dankjewel. Voor tijdens de kerst kan je een beetje memoryen. Hij is nog best wel moeilijk ook trouwens, ja? Maar tenminste binnen het kader van memory dan. Oké, nou ik ga hem inpakken voor kerst en dan schat, ga ik hem even geven. Eén groot cadeau onder de kerst. Nou, dames en heren, we nemen jullie mee. Dit is dus al achter de schermen. Even kijken wat we hier allemaal hebben. Een paar mooie wagens. Kijk, dat rijdt allemaal heen en weer. Het gaat als een gek hier. Dit is het, we gaan deze wisselen. Deze gaan we wisselen? Ja. Dus we gaan eentje daar neerzetten en eentje ophalen? Ja.
Oké. Okay. Nou, goed plan. Ja, top. Hè? Je bent duimpje. Met knopjes, hoop ik. Ja, zeker. Ja, dat mag jij doen. Oké. Mag ik het nog doen ook? Hoppa. Dit is hem, dames en heren. Daar gaan we. Met de 2140. Vol. Dat is een idee. Zo. Hoppa. 1, 2. Bam. Zo, kijk eens even. Dikke stampers erbij aan. Stalen neuzen. Dat is nodig, ja. Kan er niks gebeuren. Ja, heb je wel eens tijdens het werk wat op je voet laten vallen? Ja, ik stoot er wel eens ergens tegen of je komt wel ergens op. Ja, dat gebeurt gewoon wel eens, ja. En vooral op de onderkant. Wij lopen in afval. Dus als je op een balk loopt en er zitten spijkers in, die zweken omhoog, dan ben je wel een goede schoenen. Oh ja, dat is wel handig, eigenlijk, ja. Voor niet echt dat je hem tegenkomt, maar de bodem moet gewoon van staal zijn. Ja, ja, vandaar die werkschoenen. En hoe lang werkt u hier al? 4,5 jaar werk je nou. 4,5 jaar. Top. Ja. En dan gaan we naar, waar moesten we heen? We gaan naar Haastrecht. Oké, dus je kan hier op de iPad kan je de hele planning zien. Hier kan ik zien wat ik moet doen. Oké. Okay. Mijn ritten. Dus ik ga nu met deze auto op pad. En we gaan deze op de provinciale weg wisselen. En dan klik je op start en dan navigeert iedereen. Dus navigeert iedereen. Top. Hoe lang is het rijden? 10 minuutjes. Oh, nou dan hou ik het wel met jou vol, hoor. Dat is wel te doen, hè. Dat gaan wij redden, ja. Dat is wel te doen, ja. Dames en heren, gordel om en knallen maar. Hoppakee. Let's go. Zo, je zit altijd zo lekker in zo'n wagen. Jij hebt een hoge auto, toch? Ja, ik heb een hoge auto, zeker. Maar dit zit zo lekker hoog en ruim. En... Dan weet je alvast, deze is voor vrachtwagens nog best laag, omdat wij heel veel in- en uitstappen. Oké. Is het, als je een hele hoge hebt, is het 2 treetjes meer. Ja. Dus dat is onhandig. Maar als je hoog zit, dan weet je het ook, je hebt suk lekker overzicht. Hè. Je kan overal zo makkelijk naartoe rommelen. Het is echt heel fijn werken, ja. Dit is echt top. Dit is echt top. Kijk nou eens even wat voor grote voorruit je hebt. Dus je hebt gewoon... volledige overzicht wat je nodig hebt. Kijk, daar staat mijn beauty. Bye. Oh, jouw bling, ja. Hoppa. Zo, en hier heb je wel een apart rijbewijs voor nodig, toch? Of ja. Niet? Ja. In principe een vrachtwagenrijbewijs. Normaal hangt er een aanhanger nodig. Dus heb je C1 nodig, een vrachtwagen met een aanhanger. Die heeft u ook? Ja. Zo, ja, sorry. Ik ga toch u en jij door elkaar zeggen. Je mag gewoon jij zeggen. Ja, maar daar moet ik toch echt mijn moeder de schuld voor geven. Of eigenlijk heel erg voor bedanken. Mijn mama die heeft er zo ingeprent bij mij altijd. Als mensen een oude kop hebben, moet je u zeggen? Nee. Nee, maar gewoon iedereen die ouder is dan jezelf. Tenminste, zeg maar 10 jaar plus, moet je gewoon u zeggen, toch? Ja. Wat zijn de werktijden die je hebt? In principe werken wij van 6 tot 6. We maken wel lange dagen, maar het is gewoon druk. Dus het is van 6 tot 6? Ja. 6 ochtends tot 6 avonds? Ja. En is er ook wel eens nachtdienst bij, of dat niet? Nee. In principe hebben wij geen nachtdiensten. En is dat dan 5 dagen in de week? Of heb je dan ook wel eens een paar dagen vrij, omdat je 12 uur per dag werkt? Nee, we hebben geen 5 dagen in. We hebben geen dag vrij. Nee, ja. Gewoon 5 dagen. Wij werken gewoon 5 dagen. Maar het wordt gewoon netjes betaald. Dus het is zo, dat is wel pittig, hoor. Ja, dat is iets wennen. Maar de meeste mensen die als chauffeur werken, die maken altijd meer uren. En dat maak je maakt ze ook makkelijk, hè? Zo, niet normaal, joh. 5 dagen in de week van 6 tot 6. Ja, en dan hoop ik wel dat je dichtbij woont, dat je niet te lange reistijd hebt. Ik woon in Polsbroek, dat is heel vlakbij. Dus fiets ik heen en oh, okay. Een kleine 10 kilometer, dus dat is helemaal lekker. Oh, dat scheelt. Hele elektrische fiets? Nee. Oh. Dus lekker tegen benen, de wind. Ja, nee. Ik neem zou eens op... meedoen met tegen de wind fietsen. Nee, ken je die wedstrijd? Ja, ik heb het gehoord. Ja. Dat kon dit jaar niet doorgaan, weet je waarom? Ja, ze ging het hard. Te harde wind. Ja, ze hadden het verplaatst van 10 naar 12 uur, omdat het dan harder waaide en toen mocht het niet meer doorgaan. Ja, omdat het te hard waaide. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen, maar je hebt wel eens op iets van de afsluitdijk of zo, heb je dan zo'n competitie. Dat is een paar jaar geleden voor het eerst volgens mij van start gegaan. En dat noemen ze het NK tegen de wind in fietsen of zo. Toen hadden ze om 10 uur 's ochtends gezegd, we gaan om 12 uur beginnen, want dan is er hardere wind. En was het 12 uur, was het te gevaarlijk, omdat het te harde wind was. Kon niet doorgaan. Ja, dat is wel humor, toch? Ja, dat is humor, ja. Ja, was het te gevaarlijk. Maar goed, Myron die rijdt dus nu achter ons, omdat we dus met 2 personen hier in de wagen kunnen zitten. En ja, we gaan dus puin ophalen, zei je toch? Nee, we gaan een bouw- en sloop afval. Oh, bouw- en sloop. Dat is bij een aannemertje en die heeft... zijn afval gooit hij in onze container, wat hij van zijn bouwen mee terugneemt bij hem thuis. Dat nemen wij mee. Daar zit in principe alles in, van hout tot stenen tot plastic. Alles zit daar in principe in. Dan zoeken wij dat netjes uit. Ja. En dan gaat alles apart weg. Ieder stukje hout wordt apart gehouden van het steen. En het plastic wordt eruit gehouden. Het kunststof, ze zoeken alles, wordt uitgezocht. Handmatig, ik laat het je straks zien. Oké. Nou, dan krijgen jullie dat nog straks zien, dames en heren. Elk stukje hout wordt apart gehouden. Ieder stukje hout wordt apart gehouden, ja. Sorry. Helemaal, ja. Moest hem maken, sorry. Ja. Hé, waarom wil je niet opnemen? Zullen we doen dat als hij nu niet opneemt, dat we dat hek gewoon eruit rammen?
Dat is leuk voor de video. Ja, hij is verdraaid, ja. Nee, gekkigheid. We zijn nu de klant aan het opbellen, omdat het hek staat niet open en de afvalbak die staat achter het hek. Dus ja, het hek zou toch open moeten, willen we de lege neerzetten en de volle meenemen. Zal ik uitstappen en even aanbellen bij de voordeur? Ah, er zit een ding op het hek, dus ik draai even de oprit op. Dan bel ik aan en dan zeg ik, u krijgt 5 seconden om me open te doen, anders ramt John hem eruit. Oké, ik mag er niet uitspringen, geloof ik. Oh. 1, 2, zo. Zo, hoppakee. Hé, het hek is open. Ja. Komt er maar, toppie. Hoppakee, dames en heren. Nou, dit gaat gesmeerd als... warme boter. Volgens mij is dat een uitspraak, ik weet niet zeker. Eigenlijk is dit wel een kleine, fijne vrachtwagen. Kan je lekker makkelijk manoeuvreren, precies genoeg ruimte voor de afvalbak. Dus het is eigenlijk perfect. Kijk eens aan. Nou, zoals jullie zien, daar staat de bak die we moeten ophalen. En deze bak die wordt dan weer neergezet. Ik ga eens even kijken hoe John dat gaat aanpakken. Kijk, dit is het puin. Tik altijd even het nummer in van de container, dan weten we waar wat staat. Oké, 6510 zie ik daar staan. Bingo! Hey, bingo. Bingo, schrijf je erin? Zo, dat heb je gewonnen. Een afvalcontainer. Een hoop ellende heb hij gewonnen, zie je dat? En we maken altijd eventjes, we maken altijd foto's van de container. Dan kunnen we zien, als de klanten zeggen dat er andere lading op zit en we kunnen het al zien. En hoogtes kunnen we daarmee zien. Deze is niet te hoog, die is prima. Dus dan, en anders hebben we een hoogtebord waar we foto's van maken dat de hoogte Ja, want erbij. Het is zo, dames en heren, dat als je zo'n afvalcontainer zeg maar laat neerzetten bij je thuis en je gooit hem helemaal vol, te vol, ja, dan moet je extra betalen en dat is niet fijn. Dat wil je niet. Ik heb gezien dat ze een huisdier hebben hier. Jij ook? Ja, geitjes. Zullen we even kijken? Kijk, dit vind ik dan ook wel leuk. Je komt op allemaal plekken met geitjes. Denk je dat John dat ook wel eens doet tijdens werk? Dat hij dan even de geitjes gaat aaien? Ik weet niet. Aaien wel eens de geitjes hier? Wat zeg je? Aaien wel eens de geitjes hier? Nee. Oh. Nee, ik aai hier nooit de geitjes. Nee, gewoon werken. Oké, nou, dan doe ik dat even deze keer. Hè? Want jullie krijgen ook wel aandacht, hoor. Nee, je hoeft dat microfoontje niet, hè? Ja, lief hoor. Hey, hallo. Hallo. Hey. Hallo. Kijken wat John gaat doen. Hij gaat achteruit rijden. Komt er maar, John. Komt er maar. Stop. Ja, collega, hè? Ja, we kunnen dit wel even doen. Kan ik wat doen, of niet? Ja, je mag hem wisselen zo van mij. Ik krijg van mij de afstandsbediening en dan mag je het regelen. Oh, ik mag het gaan regelen. Kijk, dit is de afstandsbediening. Afstandsbediening, deze. Zakt hij naar beneden. En straks kan je met die dingen kan je in- en uitschuiven. Dus laat maar zakken, maak ik de kettingen vast. We hebben jou geen handschoenen gegeven. En ik vind altijd als je met afval werkt, moet je handschoenen aan. We weten nooit wat mensen erin gedaan hebben, dus dan weet je gewoon niet dat het in je handen gaat. Snap ik. Dus ik heb wel een paar leggen als je het zelf wil doen, maar anders dan haak ik de kettingen vast. Nou, dan heb ik de afstandsbediening gekregen, dames en heren. En dan gaat het nu gebeuren. Ik doe deze naar beneden. En dan gaan de kettingen. Die gaan uiteindelijk... Vlak bij de afvalbak. Ah, er gaat nog een net omheen. Zie je dat? Zeg maar ho hoor. Ga maar door. Mag je nu even stoppen? Mag je nu omhoog doen? Het ding omhoog doen? Dan trekken we de bak automatisch al recht. Zie je het? Zo. Door verder. Oma. Oh, pas op John. Dat gaat goed. En nu laat je hem weer zakken. Kijk, nu staat hij gelijk recht achter de auto. Iets verder zakken. Wij zouden vaker moeten werken samen. Oké. En heb je hier nog een knopje? Dan gaat hij uitschuiven. Wil je daarop drukken? Dan schuiven. Wordt de arm iets langer? Wordt de arm langer? Konden we dat maar met onze eigen armen? Oh, kijk eens, John. Fuck werk, man. Gaat goed. Hou maar. Hou maar. En weer de arm in. Nu mag je omhoog. Omhoog. Oh. Ja, het gaat goed. Hij is vrij. Ja, hij gaat goed. En dan gaan we hem in deze container zetten. Meen je? Ja. Moeten we niet die lege daar neerzetten? We gaan eerst die volle in die lege zetten. En dan zetten we ze allebei weer terug. En dan halen we de volle er weer uit. Magie. Ja, bijna ja. Een soort toveren. Oké, dan gaan we, dames en heren. Ik doe dit nu, hè. Even beseffen. Kijk eens. Oh. Nu moet je je armen uitdoen, want nu komt hij er net tegenaan. Nee. Ja, dat willen we niet hebben. Dus daar was ik al voor. Ja. Kijk, doe ik hem iets uit. Ik hou hem ingedrukt. Kijk, doe hem iets omhoog. Nou redt hij het. Nu redt hij het inderdaad. Hop. Kijk, dit is fijn. Een bak in een bak. Oh, keurig. Keurig. Zo, dit gaat smooth, hè? Makkelijk dit, hè? Ja, helemaal goed. Iets verder mag je en dan schuif je hem in. Oké, ietsjes verder nog.
En nu schuif je hem in. Wow. Deze was in, ja, hè? Ja. Tot hij er niet meer verder gaat. Je moet hard duwen. Dat is een beetje... Zo goed. Helemaal goed. Dan hang ik even de ketting om. Ja. Hey, dames en heren. Het is gewoon gelukt. Wat John nu gaat doen, ik snap het al. Wil je nog iets inschuiven en zo? Wat wilt u? Dus inschuiven. Inschuiven. Dat is de rechter. Ja, dat weet ik al. Dat weet ik al. Ja, qua knopjes ben ik wel goed met te onthouden, want ja, gaming natuurlijk. Maar ik snap al wat John dus doet. Hij komt op locatie, hij doet eerst uitschuiven, vastmaken, erin, dan allebei weer neerzetten. En dan, ja, dat is slim. John, lukt het? Ja, hartstikke goed. Oké, top. Helemaal top. Je mag hem nu weer naar beneden doen. Er staat hendels hier naar beneden, ja. Fucking hell. Sorry. Voorzichtig. Oh my god. Dat kan ook zachtjes. Ja, maar hoe doe ik dat dan? Minder hard naar beneden, jongen. Oh, sorry. Nee, ik dacht dat je maar één stand had. Beneden of... Het is goed. Het kan geen kwaad. Even rustig dan. Oh ja. Heel rustig. Wat subtiel, hè? Ja, kijk. Holy moly, dat ding is gevoelig, hè? Dat is echt niet normaal. Zul je zien, de hele wagen sloop ik dan. Nee, die kan wat hebben. Kijk, nu doe ik hem wat sneller. We moeten ook weer naar de volgende klus. Ja, smooth, heel smooth. Hoeveel gewicht kan die hebben op zijn uiteinde? Als ik niet stempel, gaat het nu zometeen gaat hij een beetje kiepen, denk ik. Stop nu eens. Laat ik zie hem dijnen al een beetje. Als je hem nu iets uitschuift. Ik ga hem iets uitschuiven, dat is deze. Ja. Doet hij dan een wheelie, die vrachtwagen? Als je hem verder uitschuift wel, ja. En laat je hem iets zakken weer. Rustig. Dus maak je een hele hoge wheelie. Ojo. Dus als je hem nu omhoog doet, ja? Met die hendel gewoon omhoog. Deze heel omhoog. Zie, ja, heel iets. Kijk, daar zie je dat hij gaat. Wow. Oh, even rustig. Heel dik. Oké, nu omhoog. Naar beneden. Naar beneden. Totdat de kettingen loshangen. Verder naar beneden, tot de kettingen de spanning eraf is. Oh ja, spanning is eraf. Top, hang ik even om. Wow, hey, dat is wat anders dan een wheelie met een scooter, hè? Niet normaal. Hij gaat goed hoor, John hier. Gaat hij goed bij jou? Het is geen telefoon, Enzo. Hey Enzo, hou je handen bij je knoppen. Ja, komt in orde, John. Ik sta paraat. Laat me weten. Oké, wat moet ik nu doen? We gaan nu, omdat we hem eruit moeten tillen, moeten we over die ding heen. Dus dan gaat hij gelijk omhoog, krijgen we hem niet weg. Wow. Dus ik heb kortsluiting. Wacht. We moeten die container uit die andere container reizen. Ja, dat begrijp ik. Maar je zag, toen we er één op... Toen ging het net, toen stond hij al een beetje te deinen, maar dat zag jij niet. En toen we de twee deden, kwam er 800 kilo bij. En dan gaat hij wippen, dan wordt hij te zwaar. Maakt die wheelie. Maar nu moet ik hem eruit halen, dus moet ik helemaal uitschuiven. Heb ik alle gewicht nodig. Laten we de achterpoten zakken. Dat is dat knopje, als je die induwt. Startknop? Dat knopje. Dit knopje, ja. Dit knopje? Ja, die duw je in. Oké. Oké, daar komt hij. 1, 2. Dan gaan de poten achteruit. Kijk. En als de poten uitgaan, dan kan hij nooit meer omhoog. Helemaal goed, dankjewel. Alsjeblieft. En nu mag je hem uitschuiven. Dat is alleen die bovenste die je net had. Die? Dat is in. Dat is uit. Ja, uit. En als je dan hier staat, kan je zelf zien wat je doet. Oh ja, ik moet wel zien wat ik doe inderdaad. Omdat de spullen achter staan, die willen we natuurlijk niet raken. Dus je schuift hem een stukje uit. Dat is toch allemaal zooi. Voor mensen kan het nog heel veel waard zijn. Dat is helemaal waar, sorry. Excuses. Het is niet voor mij. Dat is ook niet voor mij. Nu doe je hem omhoog. Dus je hebt helemaal doe je gelijk, met die John. Hen. Sorry. Nee, geen sorry. Nee, ik wil echt even een moment nemen, John. Sorry. Nee, sorry, John. Ja, nee, helemaal top. Dankjewel. Ik zat er echt op te wachten. Sommige momenten, mensen moeten heel lang wachten op excuses. Ja, maar ik ben niet vies om excuses te maken. Dus sorry, John. Gaat hij omhoog? Kijk, en dan willen we natuurlijk wachten, want hij moet even uitgeschoven worden, weet je nog? Kijk, en dan staat hij recht daardoor, zie je dat? Kijk, en dan nu doen we hem omhoog. John, ik schrik me helemaal een ongeluk. Wist je niet dat ging gebeuren? Nee, ik wist niet dat ze al veel kabaal maakte. Ze bleef een beetje plakken en dan... even wachten, mijn stiek zit vast. Ja, stiek vast. Sorry, John. Helemaal goed, dat kan jij niet gaan doen, weet je wel. Ik vind het gewoon te leuk. Weet je wat het is? Als ik iets leuks vind, John, dan word ik irritant. Dus sorry. Nee, dan wordt het... zeg ik alweer sorry. Dan wordt het een hele irritante dag, want dan gaat het nog veel leuker worden. Oké, doe ik hem omhoog, ja? Zeg jij maar, ik hem omhoog. Stop! Weer een elastiek. Sorry, John. Dat hebben we normaal nooit. Ik weet niet waar je ermee gedaan hebt, maar... Ja, ik zit te veel aan de knoppen, denk ik. Ja. Zal ik hem wat naar binnen doen alvast? Schuif maar in. En dan kan hij op mijn auto. Kijk, schuif ik hem nu wat in. Doe ik hem nu op de auto. Rustig natuurlijk. We doen alles met beleid hier. De auto maakt geen wheelie meer, omdat we die poten hebben daar. Mag je hem nu inschuiven? Want anders komt hij in mijn cabine. Oh. Dan zitten we straks in de kou. Dat willen we niet, hè? Dat is niet fijn, hè? Kijk dan, joh, hoe dat gaat. Als hij te veel wankelt, dan stopt hij vanzelf, of niet? Nee. Oh, doe ik dat dan? Ja, maar het knopje gaat vrij zwaar, hè? Ah, ja, klopt. Andere kant. Ja, ik wou... Hij wil weer terug. Ik denk, gooi die bende weer. Ja. Hij is hier gelijk. Totdat hij niet meer verder gaat. Dus als je helemaal op het eind bent. En dan mag je hem nu nog een keer uitschuiven.
uitschuiven, dat is die. Ja, want dan schuiven we hem voor tegen de blok aan. Zo, dat is slim. Kijk, nu kan hij niet verder. En nu weer naar beneden. Anders als je... Oh shit, oh. Oh, John, ik, sorry. andere knop erin, ja. Je zou helemaal dat hij helemaal niet meer verder kan. Zo goed? Nee, verder, hij kan nog verder. Oh ja, ja, hij kan nog verder. Jezus, de knopje gaat hard, man. En nu mag je de poten weer omhoog doen. Nee. Dan ruimen wij de kussens op. Boom, and that's how you do it. Nice. Je hebt wel goed gedaan, vriend. Waar zal die rode voor zijn? Waar is deze voor? Stop. We zijn nu klaar, nu kan ik stoppen toch? Dan mag je op stop, ja. Dat is de stopknop. Stop. Als er iets niet goed gaat of als je valt en je bent bezig tussen de ding, moet je wel dat die beveiligd is. Dus dan moet hij wel op stop. Precies. Nou maak even het netje vast, anders is die leeg voordat we in oude water zijn. Kijk, dat zijn de elastiekjes. Daarvoor zijn die stieken. Als ik wat kan doen, dan hoor ik het graag. Een foto maken van die bak, ik zal je tablet geven. Oh ja, ik maak een foto van die bak. Nou, dat hebben we keurig gedaan, dames en heren. We hebben gewoon hier eventjes een nieuwe bak neergezet. En dan nu gaan we deze meenemen en dan gaan we jullie laten zien wat er gebeurt met dat afval. Hier kan je het nummer intikken van de container die we geplaatst hebben. Oh, dat is 6501. 1-0 bedoel ik. Sorry. Oké, dan doe je op gebruiken. Gebruiken? Deze. Ja, en opslaan. Oh, wacht tot het hier in beeld komt. Oh, ja. Dan drukken en nou, opslaan. Opslaan. En dan mag je naar camera gaan. Camera? Dan scroll je naar beneden. Oké. Okay. Waarom doet dit niet? Oh, wat heb ik... Ik heb net wat fout gedaan. Oh. Wat was dit? Het ding is gek geworden. Ja, daar heb ik ook wel eens last van. Ja, dan word je ook gek, ja. Weet je deze ook nog uit je hoofd? Nee. De 65-0? Oh ja, 6510. 1-0. Dat was die. Is dat die? Maar weer oh, daarom ging die fout. Nee, dat is 6592. Dat is 6510. Dit is wel 6510. Een foto maken van het nummer en hoe die bak geplaatst is. Ja? En opslaan van camera. Oké. Okay. Nou, we moeten even een foto maken, dames en heren. Kijk dan. Hoppakee. Kijk, die foto is gemaakt, dames en heren. Ik denk niet dat John elke keer erop gaat zelf, maar nou, dat is hem. John, ik heb de foto gemaakt. Opslaan. Ik sta er zelf ook bij op. Ja, dat is goed. Opslaan. Ja, ik heb hem opgeslagen. Oh ja, hier zie je de hele geschiedenis van alle eerdere containers. Van die bakken die hebben we net opgehaald. Dus ik heb net foto's gemaakt van deze... Oh, dat is ook van deze van die bak. Volle bak. Van die vorige. Dit is de lege container. En nu hebben we de volle neergezet. Top. En dan mag je naar onderaan gaan. Verder naar beneden scrollen. Camera. Ga je nog een foto maken? Zullen we een selfie maken? Ja, heerlijk. Ze hebben weer op de foto. Zien ze dan die op de planning, deze? Ja, de kantoor, maar op kantoor doen ze de ordercontrole en die zien die foto. Dan zien ze deze van ons. Ja, 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 ja. Maar dat is, als ik onderweg een foto maak en ik zie een leuke kabouter in de tuin, doe ik altijd even klik, dan hebben we ook wat leuk. Ja. Anders zien ze alleen maar boven in een saaie kantoor. Ja, goud. Dat is top. Dus nu heb ik ook een prachtige selfie. Zullen we ook nog één doen, schat? Kijk, dat doen wij ook nog één. Dan zien ze op kantoor, zien ze ook een foto van ons. Kijk. Hoppakee. Ja, superleuk. Echt schattig. Oké, ondertekenen. Nee, je mag verder naar beneden scrollen. Ja? Mag je hem parkeren? Parkeren. En dan gaat hij vanzelf weg. En dan gaan we zomaar als op de zaak zijn. Als hij geparkeerd staat, kunnen we hem wegen en keepen. Ja, is goed. Wat is het verhaal achter de eend? Heb ik gehad van Janno. Toen hij kwam werken, de jongen die 3 jaar geleden, die heeft hem erin gedouwd en hij vliegt niet meer weg. Dus hij zit daar. Drie jaar zit hij daar. Maar had je mijn telefoon gelaten? Hier. Ja, dat is belangrijk, dat we die kwijt zijn. Ja, dan, sorry. Sorry, John. Shout-out naar jou. Shout-out naar John. Hey! Dankjewel, schatje. Doei! Marjorie gaat weer rennen. Zo, en dat is hoe je het doet, dames en heren. Zo, die toeter is wel flink, zeg. Er zit herrie in dat ding, hè? Ja. Hoppakee. En gaan met dat ding. Hey! Zo, daar gaan we, dames en heren. Je kan nu nog niet op de vrachtwagen zien hoeveel gewicht erop zit. Nee. Dat zien we dus straks bij het wegen. Wij rijden op de weegbrug en dan zie ik hoeveel gewicht erin zit. Top. Nou, dan gaan we weer, dames en heren. Terug naar, hoe noem je dat? Oude Water. Naar Umea, daar zitten wij als bedrijf. Ja. Hoofdkantoor. Hoofdkantoor van Umea. Kijk, daar gaan we. Let's go. Daar zijn we, dames en heren. Nu gaat John wat dingetje invoeren op de tablet weer, denk ik. Nou, ik doe gewoon, je kan meekijken. Ik doe gewoon op wegen. En dan gaat hij het gewicht aangeven wat deze is. Ja, want deze iPad is dus geconnect met hier... Die is nu met de weegbrug. Als ik hier aanrijd, is die geconnect met de weegbrug. Ja. Okay. Normaal gesproken... is het leeg gewicht van deze container is 1100, 180 kilo, met mij erbij. Maar nu zit jij er ook bij, dus er moeten wat bij. Ah, ja. Hoeveel moet erbij? 80 kilo? Ja, laten we maar 80 zeggen. Dan zit in deze container zit 2780 kilo. Kijk eens aan. Dat hebben we bij ons op het afval. Dus ga mee, hoppa. Oké, wat is dit voor plek waar we overheen gaan? Dit is een waterbak, hiermee...
spoelen onze banden spoelen schoon om, als we er doorheen rijden, dat we geen afval mee naar buiten en naar binnen nemen. Ah, oké, slim. Dan blijft het schoon. Dan gaan we hier ons net eraf halen op de container en dan gaan we hem leegkiepen. Hola. Alles achteruit, hè? Ja, sorry mevrouw. Ja, ik wou zeggen vrouw en schat. Sorry mevrouw, wat ziet er mooi uit. Hé, hey, collega. Hallo. Ja. Oh, sorry. Sorry. Ja, helemaal niet. Misschien heb je de handschoenen bij nodig. Geen idee, hè? We halen even de netten eraf. Wil jij aan deze kant de stiekem losmaken? Ja, ga ik de doen. Andere kant? Oké, dames en heren. We gaan de elastiekjes eraf halen. Helemaal goed? Ja, eraf. Mag je erop klimmen? Oké, daarachter. Zo, kijk dan. Daar zitten mensen op machines. Allemaal puin te knijpen en te sorteren, als ik dat zo zie. Nou, daar gaan we dus straks heen. Want deze bak die wordt daar gelegd. Moet ik hier eraf trekken? Ja. Halen we hem eraf. Hoppa. Waar wil je deze hebben, John? We gaan hem opvouwen. Oké. Want anders kom op, dan kan ik hem er niet meer overheen gooien. Pakken de punten beet. Gaan we zo net als een dekbed gaan we naar elkaar toe lopen nee, zo? In vieren. Oh. We doen hem eerst in de midden zo. Ja. Dan deze. Deze eroverheen. Dan vouw je hem een klein stukje op. Zodat de stieken naar binnen zijn. En dan rol ik hem op. Als we bij elkaar zijn, geven we een kus. Nee, dan mag jij rollen. Oh, ik moet rollen. Ja, dat jij mag rollen. Rol jij hem op? Oké, ja. Hij wil aan die kant gekust worden, dus je moet toch daarheen. Rollen, rollen, rollen. En als beloning, kijk. Kijk, jij had hier ook kunnen staan, hè, John? Ja, nee, dat is helemaal waar. Dit is de haak. Ja? Die hangen we hier aan vast. Okay. Want als wij normaal zetten we de container op de grond, alleen als we hem dan tegenhouden, dan gaat hij omhoog en daardoor keepen wij. Omdat wij met die ketting houden hem tegen dat hij niet naar de grond kan. En doen we dan de haak zo of zo? Dat maakt niet uit, hang hem er maar omheen. En normaal trekt John dus deze bak er zelf zo af. Maar hij zal het nu niet laten zien, doen we nu anders. We rijden achteruit die loods in, ja? Rij ik hem er even in, keep jij hem en rij jij hem naar buiten. Wat zei hij nou? Nee, ik weet het, ik weet het. Ja, er gebeurt hier van alles tegelijk, dames en heren. Dus je moet echt goed opletten waar je loopt en waar je kijkt en waar je alles... Ik denk dat als John vol gas rijdt en dan vol op de rem trapt, dat hij de bak er ook wel afschuift. Maar dat zou meer de Enzo-stijl zijn, maar dat gaan we nu niet doen. Zo, wat hebben we hier allemaal? Oh joh, gek. Wow. Kijk dan, er vallen de hele tijd stenen naar beneden. Alsjeblieft, zonder handschoenen werkt makkelijker die afstandsbediening. Oké. Okay. Dat drukt wat makkelijker af. Je doet dan eerst een stukje omhoog. Omhoog. Andere kant, ja. Oké, en dan schuif je nu een stukje uit. Dat is deze. Andere kant, de andere. Ja. Deze. Ja. Kijk, hij maakt plek met de kraan, maakt hij een beetje ruimte rond. En dan laat je hem nu zakken. Nu spant hij hem, dus omdat je hem nu niet kan zetten, gaat hij hem omgooien. Zie je het? Oh ja, oké, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Iets verder eraf. We leggen allemaal glas bovenop, dus dan moeten we kijken dat dat niet kapot staat voor je eigen. Hey, joh! Holy shit, dit doe ik, hè. Zo, hé. Hey! Mag je hem nu weer uitschuiven, je armen langer maken? Armen langer maken. Andere kant op langer. Andere kant. Dan rij ik hem een stukje naar voren. Zakken nu. Oh. Niet meer langer maken. Okay. Alleen nog laten zakken. Rijk hem iets naar voren, ja? Hou maar. Holy moly. Wat een lawaai kwam er van dat glas vandaan, hé. Niet normaal. Kijk, nu rijdt John hem verder. Zo, hé. Oké, dan ga ik alvast weer even dit... Kijk. Zakken, hij is nog niet leeg. Hij is nog niet leeg. Nee, laat hem er even helemaal zakken. Sorry, John. Nee, geen sorry. Dat moet je gewoon nog een keer doen. Oké, gooi maar nu maar omhoog. Nu valt alles eruit. Nou, nu moet hij wel leeg zijn. Nu is hij op de kop. Nu is hij leeg. Mag je nu weer omhoog. Doe je armen inschuiven nu. Inschuiven? Ja. Kijk, keurig. Begint al helemaal door te hebben. Helemaal goed, hè? Dat is hem. Ik maak de ketting los. Dan mag je hem naar voren rijden. Mag je in de auto rijden? Ja, ja. Ik sta ernaast staan. Ja, dan hoef je me geen twee keer te vragen, John. Komt helemaal voor de bakken. Afstand meneer, de plekkie. Wat dikke toeten, joh. Henk niet thuis. Wow, joh. Oké. Ja, rij je? Ja, rij je maar.
En je mag hem daar om de hoop heen rijden en parkeren we hem daar aan de zijkant. Dus rij maar om al die auto's heen, hier links buitenom. Wow, die toeter vind ik zo dik. Die kan ook op de jouwe, hè? Ja, die wil ik ook op de mijne. Ja, die kan ook op de jouwe, ja. Oh, dat zou dik zijn, hè? Mag dat, denk je, of niet? Je mag wel je luchthoorn op jou te bouwen, natuurlijk mag dat. Ja hoor. Wow, als er iemand kijkt die dit kan fixen op mijn Lamborghini. Wow, dat zou wel heel dik zijn. Ja, dat kan gewoon, dat is geen probleem. Oké, hier eromheen naar rechts. Dat mag, ja. Zo, knipperlicht, zodat ik niet mijn vriendin overrijd. En dan mag je hem daarnaast die andere vrachtwagen zo in deze lijn zo neerzetten daar. Oké, top. Hey! Hoppa, we zijn er. Hoppakee. Hey, wil je weten wat ermee gebeurt? Met je afval? Nee, ik ga naar huis. Ja, klaar. Goed. Nee. Dat mag ook. Nee, jij tuurlijk, wel, tuurlijk. Ik ga met je mee. Oké, schat. Ga je mee? Ja. Mooi. We gaan even kijken wat er gebeurt met dat afval, dames en heren. Want ik zie iemand met een knijpmachine, zie ik allemaal afval scheiden eigenlijk toch al. Hij haalt het grove er vast uit. Oké, dus de grote platen. De grote stukken haalt hij er vast uit. Met de kraan zoekt hij het uit wat het is. En de grote onderdelen haalt hij er vast uit. Oké. Kijk, zo gaat dat. Dan heb je hout vast. En een stukje kunststof wil hij kwijt. Dan gaat hij dat weer overpakken, dat hij alleen hout hebt. Zo, dit is dan precisiewerk hoor. Hij wil alleen dat hout hebben, want dat doet hij bij hout. Dat doet hij bij hout, ja. En de andere afval gaat daar de machine in. Alles wat fijn geknepen is, gaat hierop. Dat gooit hij hierover in een trechter. Wauw. Dat komt dan hier uit op een lopende band. Gaat hier via een lopende band, gaat het omhoog. Oh ja. Zo, dan gaan we hier naar boven. Zie je de lopende band weer. Kijk dan. Dan is dit een magneet, die draait rond. En die haalt al ijzer, als het erbij komt, trekt hij het ijzer er vast uit. En dat gooit hij buiten in een bak. Kijk, zag je dat stuk ijzer gaan? Die schoot omhoog en die gooit hij buiten weer. De rest, wow, gaat hierheen. En dat komt dan in een hele grote centrifuge. Die draait rond. Daarboven. Dat rode ding. Ja. Dan komt het er gezeefd weer uit. En dan komt dan in deze band weer terecht. Heb je mee die kant op? Holy moly, kijk dat dan. Wat een afval, joh. Niet normaal. Niet normaal. Wat dan hier onderuit komt, uit die centrifuge, gaat een gedeelte van, gaat daar naar binnen toe, het grove. En wat er doorheen valt, komt op deze band. Dat schudden wij hier al uit, dat het zand er vast uitvalt. En hier al komt dan een kleine stukje steen, het tentpex. En de lichte dingen komen hieruit. Moet je kijken, dames en heren. Het fijne spul. Niet normaal. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Dat wordt in deze machine gesorteerd. En dat komt hieronder weer uit. Oh ja. Dit zijn allemaal stukken steen. Die gaan bij ons nog door de puinbreker heen. Maken ze nog schoon en dat komt uiteindelijk onder de weg. Oké. Wat een machines allemaal, joh. Zit hem omhoog. Kijk dan, dames en heren. Wat een grote plek eigenlijk ook. Het andere afval komt hier ook langzaam uit deze machine. Uit die centrifuge komt al het andere afval. Van karton tot hout tot stroom tot PVC. Alles hier aan, hè. Dat zoeken wij hier binnen, zoeken ze dat uit met de hand. Oké. Zo, dus hier binnen zoeken ze al dat afval uit met de hand, hè. Ja, bizar. Ik zag ze al staan allemaal, zo dingen gooien. Ja, echt bizar, joh. Kijk dan, hier komt het allemaal op en dan zoeken ze dat hier binnen uit met de hand. Kijk, hier is het dan rustig en stil. Wat? Ja, hier is het wat rustiger. Hier is het rustiger. Kijk, deze ruimte, die de lucht wordt afgezogen, dat er geen vieze luchten zijn, dat de temperatuur constant hetzelfde is. Ja. En iedereen zoekt het uit. Deze manier zoekt bijvoorbeeld de plastic uit, het schone plastic, gaat naar die kant. Daar gaat het karton heen, dat is een stukje vloerbedekking. Die pakt het schone hout, die het vieze hout. Ja. En zo zoekt iedereen op de band, zoekt gewoon ieder zoekt hetzelfde uit, hetzelfde product uit. Deze mannen die sorteren vast een beetje voor, dat ze daar makkelijk het karton uit kunnen krijgen. En zo wordt alles wordt apart en uitgezocht. Dan gaat je mandje, daar heb je plantje in gestaan, dat komt uiteindelijk hier. Dat wordt uiteindelijk weer hout. En misschien wordt dat wel weer jouw nieuwe keukenkast. Wat, kijk dan joh. Al het afval wat je dus hier ziet, dat wordt dus allemaal gescheiden. Niet normaal. En iedereen die heeft dus een eigen item waar hij elke keer naar op zoek is. Ja, hij zakt dat plastic zoekje eruit, dat gooit hij daar in het schone plastic. En hij legt het karton vast klaar. En dat gooien ze hieronder, want hieronder zag je al die grote bakken staan. Klopt, ja.
trekken hun een luik open en dan valt het naar beneden in de bak die hieronder staat. Dus als deze bak zeg maar vol is, dan doen ze... Gaat het karton in. Twee kanten gaat karton. Hieronder staat een grote 40 kuub container waar het karton in valt. Wauw. Dus zo zoeken ze dat allemaal handmatig uit. Niet normaal. Veel werk, hè? Ja, dit is echt veel werk. Dan snap je waarom een ongesorteerde duurder is. Ja, joh. Er zit heel veel mensenwerk aan. Ja, inderdaad, ja. Ja, want er zitten hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Ja, 15 mensen zijn hier gewoon afval aan het scheiden hier. Op deze hele plek. Ja, joh. Lekker muziekje erbij. Kijk, nu weet ik ook... Kijk. Oh, ja, ik zie het. Zie dat? Hier, daar komt het in. Dat mandje wat je net zag, ligt nu bij het hout. Inderdaad, ja, dat ligt nu, daar nu beneden. En dan gaat hij nu gaat hij weer dicht en dan gaan hun hem weer vullen. Kijk dan. Kunststoffen en plastics. Dit gaat weer terug naar de kunststof. Dit wordt weer gerecycled op nieuw PVC. Okay. En dan uiteindelijk al het afval wat je daar verderop binnen ziet komen, wat gewoon helemaal vol zit, de hele loopband. Nou, daar blijft bijna niks meer van over, want alles wordt uitgesorteerd. Dit is het laatste. Dit is het restafval wat naar de verbranding gaat, waar we eigenlijk niet heel veel mee kunnen. Dat wordt verbrand voor energie, hè? Ja. Je ziet dat de stenen en een beetje licht spul, dat gaat door naar buiten. Ja, en dat zag je dus naar beneden vallen ook. Kijk, hier valt het stenen, vallen hier naar beneden. En dan staat hierachter, staat de ventilator te blazen. En die blaast al het lichte spul verderop naar deze kant. Oh, dus door de lucht blaast hij dat gewoon weg. En dat komt dan hierin. Wow. En dat wordt weer uitgezocht. Nou, zo gaat dat dus, dames en heren. Ongelooflijk. En dan nu zijn we weer buiten. Nu zijn we weer buiten. En nu komen hun ook naar buiten. Het is pauze, die bel zegt, de machine gaat nu stil. Dus nu komen hun ook naar buiten. Dus nou gaan we snel naar beneden, anders lopen ze ons overhoop. Nee, zo, ongelooflijk. Veel is dat, hè? Perfecte timing wel. Ja, dit is echt perfecte timing. Jeetje mina. Maar wat veel werk is dat, hè? Dat verwacht je niet achter zo'n container, hè? Nee, zeker weten niet. Nee, ik had niet verwacht dat toen ik hierheen zou gaan om zo'n afvalbak op te halen en weer een nieuwe neer te zetten, dat dit allemaal erachter gebeurt. Nee, dat klopt, ja. Dus... Dat had ik echt nooit verwacht. Dus zo wordt dat hoopje wat we net gebracht hebben, is nu bijna weg. Dan heb je grof uitgezocht en de rest gaat de machine in. Dan kijken we hier ook, komen we in de halve papier persen. Er komt natuurlijk heel veel oud papier binnen in die containers als er iets verpakking in heeft gezeten. Dan kom je ons uiteindelijk hieruit. Daar persen wij balen van. Balen papier en balen plastic. Dat zijn drinkskannen. En hier is plastic, maken we balen van. En dat wordt ook weer gerecycled. Dit zijn allemaal pakken, wat is het, water of melk? Dit is pakken Baarle Duc geweest volgens mij. Ja, inderdaad, ja. Die hebben we hier allemaal binnengekregen. Kijk dan. Maar het is niet van Baarle Duc en dat persen wij weer apart. Dat het een drinkverpakking is, want dat is een beetje plastic en karton door elkaar, een drinkverpakking. Dus dan kunnen ze echt prima recyclen tot nieuwe verpakkingen. Wauw. Dus bij ons is alles wat je weggooit, wordt eigenlijk weer hergebruikt. Van alles wat hier binnenkomt, wordt maar 8% gaat rechtstreeks naar een verbranding waar we niks meer mee doen. Als mensen zeggen, het wordt allemaal op één hoop gegooid en verbrand. Maar 8% wordt er verbrand. En daar krijgen wij weer energie van. Ja, dus dit is wel belangrijk, dames en heren. Maar ik had echt nooit verwacht, had jij dat verwacht, schatje? Dat je zoveel mensen daar nog zou hebben werken die dat scheiden? Nee, dat had ik niet verwacht. Ik dacht, dat gaat misschien wel een beetje met de machine ook of zo, maar... Er wordt heel veel met de machine gedaan. Nee, dat is echt bizar. Maar ja, hoe kan je dat met de machine doen ook eigenlijk? Alleen metaal kan je eruit, misschien met een magneet. En je blaast er met lucht heel veel uit. Je kan er ook met lasers wel dingen uitschieten, weet je, dat je bijvoorbeeld een laser eruit kan halen. Oh, ja. Maar het meeste is gewoon nog echt handwerk. Ja. Ja, dat is wel interessant om te zien, dames en heren. Waar zijn we nu? We zijn nu in onze houtloot. Die planken die je net hebt gezien, die binnenkwamen. Ja. Als de verf op zit, maken wij ze tot ongeveer deze stukken, deze maat. En dit gaat dan naar de verbranding voor groene energie. Okay. Dus het schoon hout kunnen we verbranden als groene energie. Omdat hout een stof is wat snel groeit, dus dat het snel herbruikbaar is en snel weer terugkomt, is dat een milieuvriendelijke manier van energie. En het andere hout wat daar ligt, dat wordt gebruikt onder paardenmaneges gebruiken we dat. Dat gaat door twee shredders heen. Zometeen buiten hebben wij twee shredders aan. Eén hele grote, die maakt die grove bonken. En eentje die maakt het heel fijn. En dat komt dan hier binnen... Wordt gezeefd dat al het ijzer eruit is, dat het helemaal schoon is. En dat wordt dan als bodem gebruikt onder manegevloeren. Ja. Dit is onder het zand zit zo'n houtlaag. Want omdat je de dij niet moet houden. En op het moment dat je alleen zand hebt, wordt het vanzelf heel hard. Als de regen opkomt. En dit zorgt gewoon dat het altijd een goede bak is. Dus daarvoor is dit, daar verkopen we dit. Dat wordt speciaal fijner gemaakt dan normaal. En gezeefd en gefilterd, dat er niks, geen andere materialen meer in zitten. En dat verkopen we daarvoor. Wow. Dus zo zie je dat er niks verloren gaat.
Inderdaad, zeg. Het schonere hout wat je ook ziet, waar geen verf op zit, dat wordt gewoon weer je keukenkastje uiteindelijk. Ja, dat is wel dat echt wordt gewoon ja. naar de spaarplaatsfabriek gebracht. Zo, dames en heren. Dit was een interessante rondleiding hier zo. Ik vond de afvalbakken ophalen vond ik heel erg leuk om te doen. En dit is gewoon heel erg leerzaam. Dit is gewoon interessant om te zien wat er gebeurt nadat die bak hier wordt neergezet. Ik had het er net over. Want ik zat natuurlijk in de auto. En toen zei ik van ja, soms vind ik het wel te veel moeite om dan afval te scheiden, want dan gooi je heel snel etensrestjes gewoon bij het restafval. Maar eigenlijk zou je gewoon, als je dit soort dingen ziet, zou je wel iets bewuster met je afval om moeten gaan en denken van oké, ik loop even weer naar buiten naar die ene container om dat weg te gooien, snap je? Ja, wij hebben sowieso een aparte prullenbak waar we al die blikjes in doen. Ja. Alle blikjes en plastic flessen en zo. Karton doen we scheiden en plastic doen we scheiden, maar we zouden ook iets meer groen en zo kunnen scheiden. Ja, klopt. Daar moeten we misschien wat meer bewust van zijn. Voor de Soesterbergse tuin. Ja, dat kan, hè? Compost ook. Ja. Hey, dit is het schone hout. Als we dit fijn maken, dan wordt dat gerecycled voor spaanplaat. Dus dat kunnen we, omdat het gewoon normaal hout is en niet gepest hout is. Dus dat gaat dan door deze machine heen. En dan krijg je dat spul wat je daar binnen zag liggen. Wow, dat is gewoon een Lamborghini. Dat is gewoon een dikke Lamborghini. Ja, hij is niet de enige. En dat is het hout wat geverfd is. De spaanplaten, het gepeste hout al. Weet je, als jij een keukenkastje hebt, is het natuurlijk al gepest hout. Dat kun je niet nog een keer pesten. Dus dat wordt dan wel ook fijn gemaakt. En dat wordt dan gebruikt om Nederland warm te houden, om stroom te krijgen. Dat wordt gebruikt voor groene energie. Precies. Okay. Dat wordt ook fijn gemaakt. En dat wordt afgevoerd naar ovens die dat verbranden. Dan wil ik ook wel een keer kijken bij zo'n oven eigenlijk. Gaan we verder het terrein op en we nog meer uitzoeken? Zo, jeetje. Hier ook allemaal dit is een bergen. Bak waar we asfalt hebben. Asfalt wordt ook opnieuw, van asfalt wordt weer opnieuw asfalt gemaakt. Komt niet zo heel veel binnen omdat wij vooral particulieren hebben, dus daar hebben we niet zoveel last van. Oh ja. Stenen wel natuurlijk, als jij nieuwe stenen in je tuin krijgt, ja. dan komt dat hier binnen bij ons op een grote hoop. Dan komt er ook zo'n machine, zo'n soort shredder, iets groter. En die maakt er gebroken puin van. En dat gebruik je natuurlijk onder de weg, onder iedere aanbouw, wordt er van gebroken puin, granulaat noem je dat, dat wordt aangetrild tot een hele harde onderlaag. Dus zo wordt iedere steen die hier binnenkomt, wordt uiteindelijk weer gebruikt onder de bouw van een weg of een nieuw huis of je tuin. Bizar hoor. Daar sorteren we een beetje afval voor wat naar binnen gaat. Okay. Als er te veel gekiept wordt, sorteren we het hiervoor. Oh ja. Op die manier werken wij een beetje. Wel fijn hoor, al die hokjes zo. Dat je alles apart. Ja. Gipsplaten wordt weer nieuw gips. En gipsblokken ook. Dat wordt ook allemaal apart ingezameld en wordt weer verwerkt tot nieuwe producten. Dus zo zie je dat er echt maar heel weinig gewoon nutteloos wordt weggegooid. Ja. Dus dit is grof puin en... Dit is grof en dat is fijn. Oh ja, grof puin, fijn puin. En die grote hok die je achter hebt gefilmd. Hoe zei ik dat? Ja, grof en fijn. Pijn? Oké, dit is grof puin en dit is fijn puin. Ja, en dat komt natuurlijk als jij een drainage hebt, wil je dat het water doorlaat, pak je het grove. En als jij je terras wil hebben en die moet je goed hard aanstrekken, wil je geen grote stukken erin, dan pak je het fijn. Maar mensen komen dus dit hier kopen ook? Dit komen ze kopen, ja, dit verkopen wij. Oké. Okay. Dit verkopen wij, dit is onze handel, omdat je... Je moet verharden. Als jij, je kan niet zomaar een straat leggen of een weg aanleggen. Er moet eerst verhardend spul onder. Ja. Dus dan doe je hiermee. Dit tril je aan dat het heel compact wordt. Wordt het één grote gladde laag. En dan kun je natuurlijk op straat of op asfalteren of opbouwen. Ongelooflijk, dames en heren. Wat er allemaal achter gaat. Hè? Wat er achter schuilt als het ware. Ja, want dit zit op een plek, op een industrieterrein waar je gewoon ja, als particulier niet zo snel komt. En ja, dit krijg je ook niet zo snel als particulier te zien. Dus het is wel heel erg mooi dat ik dat vandaag aan jullie kan laten zien. En ja, dit is het bedrijf die ons heeft geholpen met de verbouwing. Van dus het storten van hout, puin van de verbouwing. Dus zo werd ik uitgenodigd om hier een kijkje te nemen. Dus dat is wel echt heel erg interessant. Dus dat is leuk. Je wil nog meer groen doen, hè? Dat komt daar. Kijk. Daar kopen wij het groen. Dat wordt opgehaald. Dat wordt ook weer geschredderd en fijn gemaakt en gecomposteerd tot nieuwe compost. Kijk. En dat gaat door de grond heen, zodat je potgrond krijgt. Potgrond zit eigenlijk allemaal oud blad en plantjes in van onze mensen thuis. Dat wordt uiteindelijk, koop je dat weer in je zakje potgrond. En dan gaan we nog even uit. Was het dames en heren. Zo. En dan hebben we de rondleiding gehad. Zo, dames en heren. En dan staan we weer bij de voordeur. Ga ik mijn hesje weer inleveren. Ga ik mijn werkschoenen weer inleveren. En dan wil ik jou, John, heel erg bedanken voor vandaag. Het was leuk. Ja. Ik vond het leuk je te kunnen vertellen. Nou, mooi zo. Ik vind ook dat je het hartstikke goed hebt verteld. Dus ik heb me eigenlijk soms...
ja, niks hoeven te zeggen, want het ging zo smooth. Het is niet normaal. Tot door, ja. Ja, nee, dat was echt perfect. Dus hopelijk zijn jullie wat wijzer geworden over het scheiden van het afval, hoe dat wordt opgehaald, hoe het proces gaat. Ik vond het super interessant, dus ik zou zeggen, doe zeker weten even een duimpje omhoog voor John. Sowieso. Zo, laten we even kijken, dames en heren, hoe ver ze zijn. Goeiedag. Welkom. Ja, dankjewel. Moet ik mijn schoenen uit doen of niet? Nee, heel makkelijk. Oh, toppie. Dankjewel, dankjewel. Kijk eens. Nice. Ja. Hoppakee, dit zit erin. Ja, inderdaad, ja. Deze is nog niet aangesloten, die andere wel aan die kant. Die kan je ook wel laten zien. Ik een demo dan. Nou, dat is demo nummer 2. Demo nummer 2. Maar dan dat die erin zit. Er nog 2 extra bij. Ik zal hem wel dicht doen. Is goed. Nou, gezellig. Ja, dicht is hier. Wow, hoppa. Ja, zo makkelijk kan het gaan. Clean hoor. Dit is niet normaal hoe snel dat werkt. Ja, wauw. Echt fijn hoor. Zo, maar hier kan ik mensen goed mee laten schrikken, hè? Ja, ja, hè? Zo, dat is echt geniaal. Ja, top, hè? Wow, mag ik eens besturen? Jazeker. Dan ben ik net zo'n klein kind die even de hele dag straks. Ja, even kijken. Doe maar even dicht. Doei, schat. Doei. Zo, even kijken. Wat moet ik doen? Gewoon aanuit. Gewoon hier in het midden. Myron! Ja. Redden, ze staat er dichtbij. Ik wist het, ik wist het! Wow, echt bizar. Het is ook mooi dat als je hem uitzet, dat hij in één keer gaat. Ja. En dat als hij zeg maar donker wordt, dat hij zo... Woep. Ja, dat is echt perfect. Toch wel snel, hè? Oh. Ja, heel mooi. Echt heel mooi. Ja, toch? Ja, en dit is ook echt clean weggewerkt. Ja, toch? Want het zit dus hier omheen. Want dat is nog wel eventjes mooi om te zeggen voor de mensen. Dat, kijk, smartfolie normaal gesproken... hou je daar rekening mee, toch? Als je de deur plaatst. Ja, tijdens het bouwen al, dan kunnen ze de bekabeling natuurlijk al door je muren weg laten lopen. Ja. En normaal gesproken met kaderdeuren kunnen we het ook in de kozijnen weg laten lopen. Maar ja, deze zijn volledig glas. Dus ja, dan moet je het ergens kwijt natuurlijk. Dus wat we nu hebben gedaan is gewoon met een kabelsokje. Hier gewoon mooi door een gootje. En gewoon overal hetzelfde gedaan, dat het eigenlijk niet opvalt. Ja, precies. En dan gaan we nog wel een mooie weg werken hoor straks. Dus dat, we zijn nog niet helemaal klaar, maar nice, wordt nog beter. Yes. Nou, dankjewel. Ziet goed uit. Ja, toch? Ja, echt heel erg goed. Nice. Heel erg nice. Kijk, daar is de buurman. Hey, top man. Dankjewel. Elke keer. Ja, elke keer ja. Elke keer als ik hier kom, dan ben ik met een container bezig. Het is al de derde keer in 2 weken dat je de containers naar binnen brengt. Ja. Ja, als je langskomt, kan je net goed meenemen, toch? Ja, je hebt gelijk. Ja. 3 keer per week kom ik ook langs. Ja, thanks bro. Ze horen erachter te staan. Ik heb mijn handen vol bro, ik ben aan het filmen en ik heb water. Hé hey, joh, pas op de planten bro! Ja, dat moet je mij niet vragen. Ja, dames en heren, even lekker wat water drinken, heerlijk. Dames en heren, we gaan eens eventjes kijken wat de mannen van Smartfolie hebben gedaan. We zijn klaar. Echt fantastisch. Open, dicht. Het is nog steeds zo moeilijk te geloven dat dit gewoon bestaat. Dat dit gewoon echt is. Het is zo bijzonder. Gaat snel, hè? Het is echt apart. Hoe vaak krijg je wel niet de what the fuck, wow factor ja, van hun? Als mensen bij ons komen kijken, dan denk ik met ze allemaal lachen. Dan zie je ze kijken van wow, vet. Ja, zo echt heel erg. Dat willen we creëren. Snap ik. Nou, perfect. Ja, toch? Helemaal super, ja. Het is nu zo anders lopen hier. De mannen van Smartfolie die zijn er vandoor. Dus ik kan eventjes in mijn eentje zo kijken van wauw, dit is goed gelukt zeg. Het is echt heel erg nice, want als je nu binnenkomt, dan zie je dus gewoon niks wat er zit in die kamers. En dat is best wel fijn, want als het een keer een troep is of zo hier in het washok, of het is daar een keer een troep, je ziet het niet. En wat je niet ziet, maakt niet uit. Net zoals hier, je ziet wel het grote verschil. Deze folie is precies hetzelfde folie als daar, maar hier komt geen licht van buiten. Hier is het donker, er staat geen licht aan, helemaal niks. Dus dan is het ook echt donker. En hier staat wel licht aan de andere kant. Zie je? Dus dat licht zorgt ervoor dat je de folie zo licht ziet. Maar alsnog kan je er niet doorheen. Maar als ik dan nu het licht uitdoe, zie je? Dan zie je gewoon, dan is het eigenlijk een soort van spiegel. Dus dan zie je gewoon niks. Dan is het dezelfde kleur als daar. Dus dat is wat het licht doet, zeg maar, van wat hier binnen schijnt. Dus als ik deze weer uitdoe, dan voilà. Zie je? Dan hebben we nu hetzelfde. Plink, plink. Zo, kijk, nu kan je bijna niks zien als hij ook weg is. Dus nu zit het er wel en nu zit het er niet. Zie je? Je kan het hier zien. Maar omdat er verder geen licht van inkomt, ja, zie je sowieso bijna niks. Oh, ideaal. En ze hebben voor elke kamer hebben ze de afstandsbediening
die we hier neer kunnen of in kunnen zetten. Dus dat is perfect. Uiteraard is dit een samenwerking met Smartfolie. Dus dat is wel even belangrijk om te zeggen. Heb ik ook al eerder in deze vlog met tekst in beeld laten komen. Maar we hebben een samenwerking met Smartfolie. Zij wilden heel graag in de vlog laten zien hoe dit eruit zag. En wij wilden heel graag met ze samenwerken omdat wij graag dit wilden hebben. Dus dan is dat even duidelijk voor jullie. Maar dit is top. Ik moet trouwens even bij de waskamer zijn. Want ik moet even kijken of mijn voetbalschoenen hier ergens liggen. Want die gebruik ik niet zo heel erg vaak. Ik moet ook even nadenken. Ik weet niet waar ik ze heb gelaten. Ik heb er wel heel veel zin in hoor. Om gewoon weer te voetballen. Zo super nice. Ik zie wel mijn padelrackets en mijn schoenen. Maar mijn voetbalschoenen. Oh. Spijt me. Het spijt je? Het is geen dikke vette piece meer. Hoezo niet? Wat? Hij is gevallen. Nee. Wat is het nu dan? Klik hier. Om te abonneren. Ja, ik kan wel voor je lijmen. Kijk, hij is wel mooi gebroken. Stom, hè? Ja, ik doe altijd hier mijn haar. En dan gaat die kabel daar langs doen. Ai. Viel die. Nou, het is je vergeven. Jij bent mijn nummer 1. Dankjewel. Dat kan nu ook. Ja. Heb je die dan de andere vinger toch? Ja, dat is wel waar. Ja. Stel, het was die geweest. Dan was het niet netjes geweest. Nee, kon je het ook niet laten zien. Nee. Oké, Jelmer is er weer bij, dames en heren. Die gaat mee naar Creators FC en die gaat me helpen met filmen. Ik heb mijn voetbalschoenen ondertussen gevonden. Het ziet er heel erg raar uit zo onder mijn spijkerbroek. Maar dit zijn mijn voetbalschoentjes. Tada, helemaal in het zwart. Perfect. Dus die ga ik even inpakken. En dan ga ik sowieso, voor ook als ik even op de bank moet zitten, even een lange broek meenemen, even een lekkere warme jas. Want het is echt heel koud. Dus ja, ben benieuwd. Maar we gaan voetballen. Dat is één ding wat zeker is. Let's go! Ik wil even een applaus voor Thijs, want we hebben samen gehoord gezien. Hoi jongens! Benny! Zeker. Dus ik zei nou, weet je, dan gaan we positionele dingen doen. En iedereen mocht stemmen vandaag. En de meeste stemmen... Gelden. Ja, de meeste stemmen gelden. De exit poll heeft het bepaald. Ik ga het niet laten zien. Dus het is geen grote truc. Stop hem hierin. Maar ik wil aan Enzo en aan Thijs vragen om het shirt te revealen. Want die zit dus hierin. Hey. Momentje. Nou, geef eens even een dikke sweep met Thijs. Ja, dat was een hele nuttige stem. Ik zie veel meer hier gaan, hè? Nu! Jullie klaar? Yes! Moment! Ja, anders stond het op film hoor. Ik vang hem op. Iedereen klaar? Ja. 3, 2, 1. Hé, meppen hoor. Hey. Blijf een meppen hoor. Dit is een goede bos. Ja, lekker hoor. Ja. En als jullie het goed zien. Ja, dan zien we jou. Dan zie je mij. Nee. Dan zie je een roze panter. Ja, wow. Een pink panter. Oh, ja. En Thijs heeft ons geholpen met het design. Hey. Leuk hoor. Wij hebben natuurlijk altijd die roze gespeeld en we kregen op een gegeven moment de bijnaam Pink Panthers. En op een gegeven moment kregen wij een design terug en dat was een leeuw. Toen zeiden we, nee. Dan maken we daar een panter van. Dus vanaf nu spelen wij in deze mooie nieuwe Pink Panther shirt. Ja, mooi hoor. Ja. Mooi. Eén detail. Wij zijn een Utrechts team, dus als je hierboven ziet, dan zie je de skyline van Utrecht. Klein detail. Wauw. Hey, leuk aan gedacht hoor. Hey, Pink Panther, man, je ziet het. Ja. Hey jongens, warming up gedaan. Behalve jij. Chill. Ja, ik ga ook ervan. Maar hiernaast hangen alle shirts. Dus kies een shirtje uit. We hebben ook voor Noah een nieuw keeper shirt. Is dat die van mij? Hey, Rutger. Wat de heck? Ga je gewoon voetballen? Ja, ik ben een soort invaller voor Milan. Wat? Ja, waar speelt Milan altijd? Niet. Ik hoorde op de bank. Niet op de bank. Rut gaat gewoon mee voetballen, dames en heren. Wat een gekhuis. Ik ga even mijn voetbalschoenen aandoen, mijn tenuutje. En dan gaan we het veld op, mensen. Ik heb er zin in. Let's go. Bij de club van Thijsie. Ik denk dat we ready zijn, bro. Ik vind het wel heel mooi uitzien. Zo, maar jij ziet er profi uit. Want kijk dan, hij heeft gewoon handschoentjes, lange mouwthermo. Kijk, aan de uitrusting ligt het in ieder geval niet. Nee, dat, laten we dat daarop houden. En ik ben ook gemasseerd al. Bro, als jij scoort, dan word ik helemaal uit. Ja, maar ik sta een beetje midden, hè? Ja, daarom is het maar knap. Ik kom naar voren ook. Oké. Nou, dan gaan we. We staan gewoon tegenover
elkaar. Ja man, dus dit is jouw vriendenteam. Dit is mijn vriendenteam, dus onszelf. Ja man, nee, dat zijn wel jonge sportieve gasten hoor. Jonge fitte gasten. Wauw, wat nou als we afgaan dames en heren met 10-0 tegen Damien? Maar wat? Jij sport sowieso. Ik ga mijn best doen. Maar even serieus, hoe kan het dat Thijs meedoet met Creators en niet met zijn eigen team? Dat vind ik Thijs. Hé hey, Thijs, even, je moet even... Kom even. Hoezo doe jij mee eigenlijk met Creators en niet met Damien je eigen team? Wil je een grappig antwoord of gewoon echt antwoord? Een echt antwoord. Echt antwoord is, ik gun de mannen gewoon meer speeltijd. I got you, man. Ik vind ook een mooie gast spelen met jou. Oké dan! Nou, zoals jullie zien, dit is de voetbalclub van Thijs hier zo. We hebben een prachtig veld en ik heb er super veel zin in. Let's go, let's go. Ik moet nog wel even een balletje trappen eigenlijk, maar goed. Ik weet niet of dat nog kan. Is dit de speech die we nodig hebben? Hey, jongens, nogmaals welkom. Ja, aardige shirtjes, valt lekker op. En ga lekker ballen. We zijn redelijk op tijd. Dus ik ga even een opstelling aan jullie geven. Noah, op doel. Zo, wat een verrassing. Wow. Lekker nou. Hey, je hebt wel een mooi shirtje trouwens, hè? Ja, die is gruwelijk. Ja, die is wel vet, ja. Oh, ik heb begrepen dat echt een legend hem heeft ontworpen. Hij staat in de spiegel. Oké, dan gaan we naar de spel. Van rechts naar links achterin. Rechts achter Koen Zitoen. Centraal Rutger samen met Ricky. Jongens, debutant Rutger. Hey, lekker Rutger. Nou, dan gaan we nog wel zien of het applausje waard is, hè? Ja, maar voor nu nog wel. Oké. Okay. Roy, Luc is er nog niet. Dus ik vraag of jij even wil starten als links achter. Linksback. Sportief dat je dat wil. Ik kan ook wel spelen. Oké, tof, tof. Roy, misschien moeten wij wisselen, want die lange gast, die 23, die staat... Dat is Damien, of niet? Ja, dat is Damien, dat dacht ik al. Die lange gast is Damien. Ja, die Damien, die met die neppe witte tanden. Ja, ja. Dat is Damien, ja. Rechts op middenveld, Alessio, mid, Joris, Arie Akkermist, linkshalf, Jasper. Ja, waar is Akkermist dan? Heel zenuwachtig. Hé hey bro, rustig aan, komt goed hè, niet zenuwachtig zijn. Ik ben echt zenuwachtig keer. Rechts voor Glenn, in de spits, Enzo met een assemaatje Thijs. Zo, let's go bro, lekker bro. We hebben nog een debutant en die komt er zo meteen natuurlijk in. Hoesje voetie, welkom. Hey, lekker man, woe! Let's go! Maar we spelen dus met officieel één kabel. We hebben de zin in, dames en heren. Let's go! Het ruikt hier nu ook nog te schoon in deze kleedkamer. Het moet hier stinken naar zweet, naar bloed, naar tranen. Let's go! Hey maatje, heb je nou geknipt of wat? Ja, het is een klein stuk kort. Oh man, dat vind ik wel verraden man. Anders zweet het zo. Nee man, wat zei je nou dat jouw team slecht was? Oh ja, ja, ik ga de camera even weg. Let's go, let's go! Daar gaan we! Kom, kom! Let's go, let's go! Daar gaan we! Let's go, dames en heren, let's go! Ik ga deze keer voetballen met een GoPro op mijn chest, zodat jullie ook wel dingetjes meekrijgen. En dan stel voor, ze zijn allemaal bij mij in de verdediging. Dan kan ik even lekker met de verdediging van de tegenstander kletsen. Ja, kijk hoe mooi dit eruit ziet. De nieuwe shirtjes. Zo, kijk dit staan dan. Kijk dit staan. Kijk wat shine, man. We zijn die Pink Panther. Oh, koud houden. Yes, baby. Yes, baby. Kom aan. Hij kent de tegenstander. Kunnen ze een beetje... Nummer 23 in de gaten houden, die jongen met die blonde haren in de gaten houden. Eigenlijk iedereen in de gaten houden, maar we gaan wel winnen. Duidelijk, duidelijk. Die met die blonde haren, duidelijk. Let's go, let's go mannen. Hey, let's go, let's go. Yo, yo, let's go, let's go. Let's go man, yo, let's go. Hey, let's go, ik pak jou hè. Hey, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go man. Let's go. Hey, Thijs zei dat jij slecht was man, sorry. Hey, let's go. Ik kan eigenlijk niet meer naar de team druk, man. Ik zeg elke keer tegen de tegenstander, maar Thijs zegt dat je slecht bent, man. Thijs zegt dat je slecht bent, man. Ik ga ruzie met de rest. Foto! Foto! Oké, ik ga mijn camera even wegbrengen en dan is het voetballen geslagen. Gaan we, dames en heren.
Let's go, baby. Let's go. Die ballen aan ons snel geven, hè? Tegenstander de bal niet geven, alleen ons, hè? Ik ben warm. Ben jij warm? Ja, nee. Mij doet het al bijna 25 minuten. Ik zag laatst trouwens, zag ik een doelpunt van jou. Ja. Holy shit, die was mooi. Ja, hij zat wel lekker in, hè? Zo, kanonnen. Ik wou dat vroeger zoveel geluk had. Nou, doe vanavond maar, ja? Ja, weet je, kijk, die assist voor mij, hè? Komt goed. We gaan even naar Rutger toe. Krijg je instructies? Ja, ik wist even. Hij zegt, waar sta ik eigenlijk? Ik zeg, niet. Waar is dat? Is dat daar? Voorin wijst hij. De man. Deze man. We hebben nu even gewisseld. En jij, ik heb jou meegenomen, ja, hè? Jij neemt de pro mee. Maar dat heel... Ja, dat heb ik gezegd. Daarom mocht hij ook mee. Ik heb nog steeds vertrouwen. Zet hem op, Rutger. Oké, daar gaan we dan. Hé, jongens. Of heet je Akkermist? Beide is goed, man. Oké, Akkermist. Joris, zet hem op. Jij ook, man? Ja, dankjewel, man. Jij bent spits, toch? Ik sta achter jou. Oké, is goed. Dan ruim jij de troep op die ik maak. Je staat achter mij, toch? Ja, nee, gelijk. Nee, wat denk je dat het gaat worden? Want ze zien er wel echt fit uit. Ze mogen goed. Ik denk 17-0, om heerlijk te zijn. 17-0? 17-0. Zo, die nummer 23 is slecht, jongen. Ja, Thijs zei dat nummer 23 echt slecht was. Ja, dat ben jij volgens mij. Ah, Thijs zei wel dat de scheids heel goed was. Vooral voor creators. Pas nou eens op, man. Dat zijn gewoon vrienden van mij, hè? Sorry, man. Ik maak allemaal ruzies hier zo. Pak je, hoor. Hey, als ze nu al scoren, Thijs, dan heb je gelogen dat ze slecht zijn. Oké, ze zijn slecht, man. Laat het zo wel even zien, hè. Oké dan. Yes, boys, laat even ons door, ja? Even voor de video. Ja, kom maar, tiki-taki. Hey, lekker tiki-taki, hoor. Lekker, hoor. Ja, dat mag je niet meer doen, hè? Let op, jongens, let op. Lekker, hoor. Sowieso heb je expres kappertje gepakt voor vanavond. Ja, hè? Ziet er goed uit, man. Moet een beetje vers op de hand staan. Wat de vraag? Amies, bro, amies, amies! Kom, kom, kom! Wat? Thijs, man! Wat? Thijs doet het! We did it! Wauw! Tegen zijn eigen team! Hey, emotional speech! Ik kan eigenlijk niet juichen, hè? Emotional speech! Hey, sorry, boy! Oi, oi, oi! En het is 1-1. Zo snel kan het gaan. Lekker, hoor, Damien. Oh, ik wou pan uitschreeuwen. Nee, lekker, man. Hey, Thijsie. Hey. Ja. Prima. Oei, dit was niet de afspraak, Damien. Dit was niet de afspraak. Doe het niet alsof je Ronaldo bent. Oh. Hey, boys. Hey.
Wat een bal! Als die erin zat, dames en heren, dan was het zevende wonder geweest, maar te mooi om waar te zijn. Nog even afwachten, misschien komt hij nog. Oeh! Lekker hoor! Let's go, baby! Let's go! Let's go, boys! Let's go! Let's go! Let's go! Glenn, wat een balletje! Wat een tikkie-takkie! Als je vrij staat voor je dan. Lekker, lekker maat! En weer 2-2. Oh, Damien! Er kijken geen scouts hoor, Damien. Rustig. Hey Thijs, even serieus. Ja. Doelpunten maken. Bij allebei. Schitterend. Bij jouw clubje. Ja, kan niet beter doen, man. Ongelooflijk. Noah! Woo! What the fucking keeper, jongen. Hey! Ai, ai, ai. Scheids, hoeveel kreeg je betaald? Krasse scheids. Was buitenspel. Goed gezien. Niet moet, veel, hoor. Niet moet veel. Ook gezegd worden. Klein beetje nou. Yeah. Mooi doelpunt. 3-2 achter, hè. Tegen, hoe heet jouw team? Otje? Otje, man. Heeft ze Otje. Het achtste. Hey, ik heb wel stickers van Otje op, man. Is dat een goed teken of niet? Weet ik niet. Met 12 mannen. Kijk, even het debuut moment voor Uzi. Zag die AK. Even duiken. Hé, hey, Uzi! Wat is dat? Wat is dat? Wauw! Wauw, let's fucking go, man! Lekker afgemaakt, man! Let's fucking go, man! Hey, dit is de main man! Wat? Lekker, man! Heerlijk! Heerlijk! Lekker, hoor! Wauw, lekker! Sorry, man! Luke! Let's fucking go, man. Let's go. Let's go, man. Lekker gedaan. Hey, Luc, ik zie je pingelen, hè. Hey, lekker, man. Lekker in de game, ja. Gaat ie? Ja, goed met jou? Ja, lekker. Hey, Uzi! Lekker! Oh! Lekker, hoor. Wow. Let's in the game. Let's go, dames en heren, we zitten erin. Hey! Wat een mooie, man. Lekker, nee, hoor. Lekker, lekker. Kom op, man. Je kan het. Ik kan het. Let's go. Twee goaltjes. Lekker, man. Klopt. Ja. Dankjewel. Heb je lekker gedaan? Ja. Tof, jongen. Tof. Dames en heren, we staan voor met 5-3. Dus ik dacht, ik heb mijn rust verdiend. Ik ga even chillen. Proost.
Ga naar binnen, dames en heren. De eerste helft zit erop. Het staat... Staat het 5-5? We hebben twee doelpunten gemist tegen. Staat 5-5. Eerste helft dus voorbij. Heerlijk voetballen dit. Top. Thijsie. Hoe gaat het, bro? Ik ga het lekker, man. Een beetje verbaasd, maar ik heb veel zitten hardlopen afgelopen week. Elke dag 30 minuten. Wauw. En het werpt wel een beetje vrucht af. Wauw, Thijs is op conditie. Hij heeft het op peil gehouden voor deze wedstrijd. En je hebt een kopbal van de eeuw. De opening. Kan niet beter. Gewoon de opening. Wauw. Niet normaal. Ik ben echt trots op Thijs. Echt trots. Ja, mooi. Ja, omdat het 5-5 staat. Hij keept you, maar niet normaal. Dankjewel. Echt, en zo is het. Ja, ja, echt respect. Serieus, tot nu toe man of the match. Noah. Oh, 100%. Tenzij ik de tweede helft scoor, dan wil ik hem. Als jij de winnende die gasten wat ze kunnen voetballen, moeten even achterin even wat we even af moeten spreken is dus als we bij de 16 meter staan, 5 meter daarvoor, dan niet meer laten nadenken, dan moeten we in ieder geval hun storen dus naar de bal toe lopen, ja? En het belangrijkste links, hey, gaat heerlijk man, snelheid, hè, met Jasper en met Luc en zo. Op een gegeven moment gaan ze jullie opwachten, ook op de snelheid. Wat je dan moet doen, open die bal. Naar de andere kant. Open die bal. Ja, wat er gebeurt, dan komen ze allemaal deze kant op en weet je wat ik weer doe? Ja. Ik open weer terug. En dan sta je 1-1, snap je? Dus openen, dan kijk je of ik 1-1 kan staan, staat die 1-1, paas ik hem weer. Zijn we gelijk? Ja, 5-5. Ja. Staan we gelijk? Hey, kopje erbij, man. Oh, dat stond oprecht. Dat wist het in het begin. Jongens, jongens. 36e minuut, denk ik. Ja. Zoals ja, dat, zo deed ik ook vroeger met mijn geld. Opeens was hij weg. En één koppertje was dat, net zoals Thijs die maakte. Ja, 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 ja. Hey, wat gekiept hoor, Noah. Ja, ja, ja. Wat een redding, jongen. Oh ja, nog één ding, Noah. Eén ding. Even gaan we kijken, stel we hebben allemaal geen verstand van voetbal. Dan krijg je deze vraag. Wat zou misschien beter zijn? Je hebt de bal. We staan nu 1-1. Zal ik die bal gelijk schieten dat het 1-1 is? Of wacht ik eventjes dat al die verdediging weer terug is? Even wachten. En dan staat het opeens 2-1. En overal 2-1. En dan pas ik hem alsnog. Dit is zo kijk ik. Ja, ja, ik ben benieuwd naar jou. Hetzelfde als gokken dit, hè? Hetzelfde als gokken dit. Oké, dames en heren. We hebben weer even een speech gekregen van Glenn. Die zuigt zoals altijd. Nee, gekkigheid. Nee, je hebt een goede speech gegeven hoor. Nee, je moet toch af en toe een grapje maken. Rutger, ja. Jij was goed man. Ik stop er ook mee, denk ik. Voor nu. Ik ben, ja? Ja, ik heb... Hartproblemen? Nee, dat ook. Wat dan? Nee, je grijpt naar je hart? Ik heb het beste uit mezelf gehaald. Dat is mooi geweest. Goed zo. Oké. Okay. Ja, je moet je limiet weten. Oké, dames en heren, daar gaan we weer. Jas uit, lange broek uit. We gaan het veld weer op, let's go. Gaan we weer, dames en heren. Dit is wel heel erg mooi trouwens, dit is een mooi moment. Creators FC speelt altijd voor een goed doel. Ze hebben in totaal €7500 opgehaald voor de voedselbank. Top, echt top. Complimenten. Oh jee, je bent scherp hè. Je kijkt de verkeerde kant op eigenlijk. Ik moest daar. Ja, ja, maar is goed, even goede vrienden man. Ja toch? Alles goed? Ja, met jou? Ja, lekker. Joris, kopje erbij hè. Wow, we zijn aan het scannen nu man. Oh, scannen we dan? Zijn we in Albert Heijn? Oké, let's go hè. Let's go. Gaat hem worden. Hattrick hè, hattrick. Hé, hey, wie weet. Ik ben spits. Ja, ik ben snelle jongen. Ja, ik weet. Schijt, lekker man.
Succes, hè? Ja, dankjewel, hetzelfde. Hattrick, hattrick. Let's go. Hey, Luc, Luc, Luc! Jammer! Midden, midden! Hey. Ja, maak hem! Wauw, wat een goal! Hey, hoe is het, man? Lekker, boys! Lekker, man! Wauw! Echt serieus, petje af, kan ik nu wel zeggen, ik heb een muts op. Hey, midden! Midden! Hey! Tik het terug! Contact op je voeten. No pressure. Jij hebt dit Enzo, ik heb vertrouwen in je. Volgende is voor jou. Okay. Ja, je moet een beetje pijn over hebben als iemand anders voor je gaat scoren, ja? Gaat ie? Kan ik hem nemen of niet? Bro, heb ik. Ja? Ja, kom maar. Let's fucking go! Let's go! Let's go! Let's go! Hey! Dankjewel, man. Dat is wel lief, man. Dankjewel, man. Lekker. Wij zijn trots. Hey, dankjewel. Wij zijn trots. Hey, boys, dankjewel. Boys van achterin, dankjewel. Hey, wij zijn trots. Let's go! Dames en heren, hattrick. Deze was van Myron. Love you. Hey, lekker, man. Heerlijk. Thanks voor het zeggen, bro. Heerlijk, heerlijk. Hey! Hey! Wauw, wat een actie! Hey, even die FIFA move, man! Damn, man! Lekker! Wauw! Wat een actie! Oh, wat een actie! Holy shit! Hey, jongens! Jongens! Jeetje! Wisselen, ongelooflijk! Dat geef je naar de wissel. Oi, oi, oi. Ze zitten daar een muurtje te maken. Nou, komt ie. Kom op, alsjeblieft een goal. Oh, jammer. Hey Rutger, doe je, zit jij nou in de spits? Ik ben voor Glenn erin. Lekker, man. Kom maar, Thijs! Oh, dat is Damien, hè? Ja, dat is Damien, maat. Hey! Lekker voor Lucky. Luc Steen een penalty. Kom op, hè, Luc. Kom op. Dit is hem, hè. Beste optie. Dit is de beste optie. Kom op, beste optie. Luc, kom op. Ja, Luc. Dat weet ik niet, Ari. Daar gaat hij, dames en heren. Dat weet ik niet. 1, 2. Let's go! Let's go! Let's go! Boom! Boom! Luc scoort er een! Boom! Hey Luc! Hey, mee! Kom op, Thijs! Hey!
Gaat-ie? Wat was jij niet? Rutger, wat gebeurt hier toch allemaal? Ik sta helemaal verbaasd wat er allemaal gebeurt. 95ste minuut. We staan 10-9 achter. En dit moet hem worden, kijk. Iedereen staat op goal. Iedereen staat op goal. Wat is dit? Hé jongens! Hey! Hey, Thijsie! Wauw, de laatste kant was voor Thijs, man. Wauw, hey! Thijs, man! Hij pakt hem net af, joh. De preekje geloof ik. Hey, lekker speel, man. Lekker speel. Lekker speel, man. Hey, lekker wel. Dit is de winnaar van deze game. Ja, toch. Hey, lekker speel, man. Lekker speel, man. Hey, lekker speel. Bam! Oh, dames en heren, dit was echt een intense wedstrijd. Terechte 10-9 voor het team hier. Ongelooflijk. Het was echt een mooie pot. Ik heb echt genoten. Het was geniaal. Wat een gek huis. Tweede helft uiteindelijk volledig gespeeld. Was heerlijk. Top. Damien, wat een doelpunt, man. Tering, Jantje. Dat was lekker, hoor. Zo, dames en heren, ik ben weer lekker thuis samen met Myron en het was fantastisch. Het was echt heel erg leuk. Ik kan nog steeds niet geloven dat Thijs eerst doelpunt heeft gemaakt. Gewoon echt leuk. Een kopbal. En mooi dat hij was. Dat was echt perfect. Niet normaal. Ja, dat was echt perfect. Dat was echt heel erg nice. We gaan tanden poetsen en dan lekker naar bedje. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette peace.